Je leert van alles, van verspanen tot draaien, frezen, boren, materiaalbewerking. We zijn vandaag in de boegbuiskamer van Zijne Majesteits Bruinvis. Arnold houdt zich bezig met het correctief en preventief onderhoud aan allerlei technische installaties aan boord. Arnold doet het prima. Hij heeft nog een lange weg te gaan, maar hij is zeker op de goede weg. En zijn technische inzicht is echt ruim voldoende om hier in de toekomst te komen werken. Ja. Ah, dus het is geen het bovenwater, hè? Als je het op zee doet, dan komt zeewater binnen. Bij de opleiding werktuigbouwkunde moet je technisch inzicht hebben. Je moet je kopie erbij houden, je moet storingen verhelpen, je moet links maken tussen storingen, zeg maar. En technisch inzicht om ook de dingen op je eigen manier op te kunnen lossen, zeg maar. Ja, de onderzeedienst is binnen de marine ook weer een apart clubje eigenlijk. En toen ik hier kwam, vond ik dit het onderdeel wat het meest tot de verbeelding sprak. Je moet verstand hebben van techniek. En je moet met goed mensen kunnen omgaan. Je vaart met een kleine club, vaar je een boot. Nee. Bovendeksel. Wie? Oh ja, tuurlijk. Jesse die ondersteunt mij in zo'n beetje alles wat ik doe. En hij vergaat kennis en als ik een vraag heb, kan ik altijd bij hem terecht. Hij heeft uitzonderlijk veel kennis over de onderzeedienst, dus hij kan mij alles vertellen. Na mijn opleiding kun je zowel met de hand werken, zeg maar, dus verspanen, materiaalbewerking, ontwerpen. Je kan ook bedrijfstechnisch, zeg maar, administratief baantje op een bureau kun je ook terechtkomen. Dus heel breed. Ja, je moet gek zijn om met je handen te werken, dan moet je mooi vinden. Meestal zitten daar ook mensen die liever met de handen werken dan met het hoofd. Zo'n type persoon moet je toch wel zijn daarvoor. Alles weer gecheckt, geen bijzonderheden, kunnen weer veilig onder water. Nu bak ik koffie.